Hey iedereen, welkom bij Inge's Adventures. Ik ga vandaag voor jullie een paarse glam look opnemen. En ik heb mijn basis al gedaan, contouring en poederen en heel die dingen. Behalve bronzer en blush en tijdens de highlighter. En dat ga ik subiet doen als mijn ooglook af is. Dan kan ik dat daar een beetje op afstemmen. En natuurlijk het eerste wat we gaan doen voordat we beginnen is onze ogen primen. Daarvoor gebruik ik de Smashbox Photo Finish Shadow Primer. Daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel van nodig. Dit is genoeg voor de twee ogen. Het is al een vrij dikke, dus ik moet je altijd eerst een beetje uitwrijven. Dan moet je eerst even laten opdrogen. Ongeveer een minuutje en dan kunnen we verder. Eerst en vooral ga ik mijn ogen een beetje afpoederen met een heel lichte kleur. Gewoon een beige kleur hier. Zodat de kleuren beter zullen mengen. En ik ga een kleine poging doen tot een cutcrease strak. Ik heb daar nog niet veel gedaan, dus ik heb dat nog niet helemaal onder de knie, maar ik wil het wel proberen. En dan gaan we natuurlijk verder met andere paars. Ik ben nog aan het twijfelen tussen een beetje feller of meer donker, maar ik ga toch voor donker gaan, denk ik. En daarvoor gebruik ik mijn crease brush en een paletje van Essence. En om te voorkomen dat ik hier zo'n volledig paars zie, doe ik mijn papiertje zo. Zeep gewoon een zakdoekje. En dan maak ik dippende bewegingen. En dat breng ik ook verder naar binnen toe. Helaas, mijn wenkbrauwen hangen vrij laag, dus de oogschaduw zit al gemakkelijk tegen mijn wenkbrauw. Dan ga ik verder met een donkerdere paars, maar dan bij die van Maybelline. Dat gaat niet zo heel veel verschil geven. Deze hier. Ja, die zien er al uit, omdat ik al met verschillende kwasten erin heb gezeten. Maar ja. En dan ga ik trouwens alleen aan de buitenkant doen. Dat is ongeveer precies zo omveken is. En dan ga ik met mijn concealer, dat is ook een van Maybelline, die anti-age eraser, ga ik dan een soort van cut crease doen. Dat doe ik gewoon zo een heel stuk over mijn ooglid, proberen zo goed mogelijk te doen. En dan ga ik met een plat kwastje werkje. Ja, nu met een plat kwastje deze oogschaduw over de concealer aanbrengen, maar nog niet helemaal tot midden. Ik bedoel daarmee niet tot in de ooghoek. Dit heb ik dan ook terug erover. Dat dat mooi een soort van ombre effect geeft. En in de ooghoek ga ik dan een soort van highlighter aanbrengen. Een
Heel shiny. Ik ga dat doen met mijn vensterkwast. En dat is 3 van Maybelline. Dat is echt zo'n heel blinkende roze. En dat heb ik echt goed in de ooghoek. Dat ook van onder een beetje komt. En van onder ga ik ongeveer hetzelfde doen als van boven. Maar ik begin met het lichtste en eerst. En dan doe ik zo hier onder de wimperrand. Terug met iets donkerder paars. Allerdonkerste werk ik naar het einde toe en creëer ik een kleine wing. Oh, in tot toch. Maakt niet uit als het een beetje dik is, want ik ga er toch nog met eyeliner over. Zo, dat is al de lijn tegen de wimperrand. En voor de wing ga ik terug het zakdoekje gebruiken, want ik kan nog altijd niet goed perfect een wing maken. Daar heb ik altijd wel een beetje last mee. En daar is een ideaal trucje voor. Ik doe de ogen een beetje ontspannen toe. Ik kan nog altijd perfectioneren daarna. Doe toch maar de truc met de plakband, dat werkt toch idealer eigenlijk. Maar ja, het is voorlopig wel goed zo. Het is niet echt gelijk, het is niet zo heel erg. Ik kan deze toch nog een beetje fijner maken met de concealer. Zo, dat is ongeveer even lang nu. Natuurlijk eerst even laten opdrogen en terwijl kunnen we al een oogpotlood aanbrengen. Die doe ik op de waterrand en dat is die van de Body Shop Velvet Gel Pen Eyeliner. Voilà, en dan pak ik terug diezelfde platte kwast. Dat is echt een concealer kwast van Essence. En dan kunnen we dat zo perfectioneren zowat. Maar ik vind het op zich nog wel mooi. Ik ga er wel terug een klein tikkeltje afpoederen. Te voorkomen dat die concealer alle kanten uit gaat. En nog een beetje in de ooghoek, want zo. Voilà, dat is toch een beetje beter. Dan zie je de beauty gurus wel niet zo vaak doen, dat perfectioneren tussendoor, want die kunnen dat al gewoon perfect. Hè. En dan ga ik natuurlijk over naar mijn wimpers. Die ga ik eerst even krullen. Beetje maar. En ik gebruik terug een mascara van de Body Shop. Gewoon een zwarte en die is dan speciaal voor volume. Super volume staat erop.
dit is het dan voor de ogen. Ik ga nog mijn wenkbrauwen even bijtekenen en bronzen. En dan ga ik laten zien welke blush en highlighter ik hiervoor gebruik. Zo, dat zit er allemaal al op. En de blush die ik ga gebruiken is van Bourjois. Staat er een nummer op? Ashes of Roses, nummer 48. Een heel mooie kleur, mooie roze, niet te hard. En als highlighter gewoon een van Makeup Revolution, dacht ik. Nee, I Love Makeup noemt het. Goddess of Love. En dat is een roze highlighter. En dan ga ik even aanbrengen met deze kwastje. Even hier op de jukbeenderen. Neus, voorhoofd en dan nog een beetje hier. En als laatste natuurlijk de lipstick. Je kunt dat met een zachte roze kleur doen. Normale mensen doen dat. Ik dacht, ik ga eens voor een paarsige kleur. Gewoon puur voor de look, de klemlook, de veel. Dat is nog niet te, denk ik. Dus trouwens, Midnight Plum van Maybelline. En dat is het dan voor de make-up look. Laat weten in de comments wat jullie ervan vinden. En zeker niet vergeten te commenten, liken en te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dag!